Goedenavond bij Netwerk. Mijn naam is Eric Kamel. Ons eerste onderwerp van vanavond is 50 jaar Provo. Een ouderwetse beweging, maar tegenwoordig ook heel modern, met een eigen app. Een speciale reportage hebben we gemaakt in het Maagdenhuis. Sorry, wat is er? We hebben breaking news. Breaking news? Wat is er aan de hand? Staat de wereld in brand? Mevrouw Desert Storm heeft breaking news vanuit Arnhem. Mevrouw Desert Storm? Let me see that. Ja, weg jij. Dames en heren, hoogst ongebruikelijk, maar we onderbreken deze uitzending, want ik krijg hier een bericht van een zeer gewaardeerde collega van mij uit het veld. Mevrouw Barbara Desert Storm, ik moet het even snel lezen wat er aan de hand is. Breaking news, staat in Arnhem. Ah, maar dit is echt inderdaad breaking news, dames en heren. Weet u nog, 15 jaar geleden, het showbizkoppel van 2001, 2002? Peppy en Mummy zijn weer opgedoken. Althans, zij zelf niet, maar wat blijkt, dit koppel is al 45 jaar bij elkaar. En dat is inderdaad iets om bij stil te staan. Schijnbaar is Barbara erin gedoken in dit verhaal en wij schakelen nu over naar Barbara. Barbara, my, ja, jij ziet er nog goed uit, zeg ik. Vertel, wat is er aan de hand? Oh ja, Eric, jij bent anders ook geen spat veranderd. Oké. Okay. Nou, ik zeg take over the show. Laat zien wat je hebt. We gaan kijken naar een ongetwijfeld zeer interessante reportage. Ik kom nog bij u terug. Tot zo. Maar goed, terug naar 1961. Wij zijn hier in Arnhem bij het NS-station. Waar een groep bronstige studenten uit Wageningen. Een groep welwillende, lieve typistes van het Schoevers ontmoet. En het is hier dat Marjolein en Jan elkaar voor het eerst in een wink ontmoeten. Nee, hebben jullie ook zo lekker getipt? Ja, nou heerlijk! En zo lekker snel vandaag. Nou, meiden, ik kan al steen ook. Ja, echt waar! Gerard en Jan uit Wageningen. Hé, hey, hallo Fanny. Hey, Leuk. Ja. Dagje Adam. Lekker weer. Toeval, joh, dat we elkaar dan weer treffen. Ja. Wel, Eric, we maken nu een giant leap en we gaan van 1961 naar 1989, want daarvoor no chance. Eindelijk is er dan die belangrijke ontmoeting bij dat literaire clubje, Warehouse. Het is iets met Prince en, wel, op die dag had Marjolein het een beetje fris. Maar als je ook even goed daar kijkt, dan zit je daar in huis met een mondbankje. En op dat handje, geen handje. Haar, hè? Pas op om haar. Oh, wacht even, weg jij, vlieg. Ah, Barbara! Ja, hi. Ja, we zitten vol belangstelling naar jouw zeer interessante reportage te kijken, maar. Vertel eens eventjes, je gaat me toch niet vertellen dat deze mensen 25 jaar probleemloos bij elkaar zijn. Het is toch niet zo dat er niks aan de hand is tussen die twee, hè? Ja, Eric, en ieder huwelijk gebeurt nou wel eens wat natuurlijk. En ze houden ook heel veel van elkaar, deze twee. Maar ze zijn toch ook heel verschillend, hè? Ik mag heel graag de bloemetjes buiten zetten. Waar Jan het heerlijk vindt om binnen te zitten met een wijntje achter de televisie. Ja, en dan kan het wel eens misgaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan.
desert. En dat is ook waarom ik de leider ben, maar ik wil dat dit goed gaat. En ik wil daar ook jullie assistenten zijn. Erik, wat ga jij doen? Yucatan. Every woman, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me. Wat heb ik daar net de hele tijd gezegd? Je tandoor, ik liebe dit. Hit me, hit me, hit me. Ik kan het hier beter allemaal wel doen. Diep. Hit me slowly, hit me quick. Waarom luisteren jullie niet van een keertje naar wat ik zeg? En dan gaat het een stuk sneller en hier ook niet sturen te zeggen. Ik ben er nogal klaar mee hoor, jongens. Als dit fout gaat, dan is het jullie schuld. Niet die van mij, maar ik krijg al de schuld wel. Snap jullie waarom ik dit goed wil doen? Ik ben naar Paris. Tot volgende week en zorg dat je gedaan is. To and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, say, fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me. Surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home.
land zal ze leven. Dan zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, 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 hoera! Dan wel hun problemen en soms hun oorverdovende stiltes, maar ze weten er toch altijd weer een happy ending van te maken. Dit was Barbara Desert Storm voor Network. Terug naar de studio, terug naar Eric Kamel. Ah, ja, Barbara. Goh, wat een interessante documentaire was dat. En ik ben blij om te zien dat inderdaad niet alles roze geur maneschijn is. Maar dat er altijd ook sprake is van een happy ending. En Barbara, meer bij ons happy ending. Maar dat heeft terzijde. Ik denk dat we kunnen afsluiten hier vanuit Netwerk. Het was een bijzondere uitzending. Ik had eigenlijk alles willen voorlezen over de witcar, over de nieuwe app van de Provo. Doen we allemaal morgen. Vandaag stond het in het teken van Jan en Marjolein. 25 jaar bij elkaar, Jan 80 en Marjolein bijna 75. Dus reden genoeg om daar een netwerkuitzending aan te besteden. Vanuit de studio dan ook onze hartelijke felicitaties aan jullie. Maak er een geweldige week van. Ik begrijp dat jullie ergens met de hele familie in Limburg zitten. Can it be any better, zou Barbara hebben gezegd. Ach, mijn Barbara. Maar voor nu, wij sluiten hier vandaan af. En nogmaals. Toi 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 en keep on going guys, keep on going. Dit was Netwerk, goedenavond. I thought love was only true.